Hallo, het is weer tijd voor een Pokémon Trading Card Game pakje. Dit keer uit de serie Primal Clash. Mijn zoontje naast me gaat het pakketje openmaken. Ga je gang? Yep. De code. En dit zijn de twee speciale, die gaan dan onderop. En dan ga ik ze omdraaien of wil jij ze omdraaien? Ik wil ze omdraaien. Oké, okay, nou, mijn zoontje gaat ze omdraaien. En een Corphish. Een 60 hitpoints met 10 damage en knock-off. Dat is een discard kaart. Meryl met 70 hitpoints, tackle en rollout. Shroomish, 60 en een spoor. Nou, het is een active Pokémon zijn. Asleep, die slapen, dat is een hele handige, goede verdedigende kaart. Drillbur, 10 keer 3 coins. Als je het aantal keer dat je het gooit, kan je elke keer 10 damage doen, dus dat is wel een leuke. Met de tijd, 20 damage met 50 hitpoints. Dit is de eerste uncommon, 80 en met false swipe. Een trainerkaart. Vibrava, nog niet omdraaien deze twee, daar gaan we even mee wachten. 80 en 20 en 60. En dit zijn de twee. Nou, draai de bovenste om. Dat is een Rare Allergic Shock Beedrill. Met Twin Needle als extra 50 keer 50 keer wat. Even kijken, dus als je een... Je moet een coin flippen. Twee coins. Kijk, ja, je moet twee keer een coin flippen en elke keer dat je het, is het het? Even kijken, ja, elke keer als je het gooit kan je 50 damage doen, dus dat is best wel pittig. Deze, de laatste. Nog een Vibrava. Nou, dat is dezelfde met Sand Attack en Super Vibration, maar deze is een Shiny, een Reverse Holo. Dit zijn ze voor dit pakje. Tot de volgende keer. Hier kan je voor mij lid worden, daar voor mevrouw. En daar zijn nog twee video's. En op mijn zoons kanaaltje kan je ook unpacking zien. Yep.